Trainingsvisie, Bert, wat een onverwachte wedstrijd eigenlijk daar in Assen. Of zag je het aankomen? Uh, nee, in die zin had ik geen reden om, uh, om ervan uit te gaan dat we zouden kunnen gaan verliezen. Maar goed, dat is voetbal natuurlijk, dat kan altijd. Maar dat het een lastig duel zou worden, dat wisten we wel van tevoren. Ja. Terwijl uh, juist die eerste helft, uh, dat was, uh, was DVS zo soeverein af, uh, uh, als maar kan, uh, leek niets op zo'n verdikt. Nee, dat klopt. De eerste helft waren we zuiver in de Pasing. Er was veel beweging binnen de groep en uh, weinig balverlies geleden en we hadden controle, had ik het idee. Uh, we hoeven ons niet eens bovenmatig in te spannen. Dus uh, ja, we leken totale controle over het duel te hebben. Ja, en, en dan uh, in de tweede helft, uh, en dat heb ik de laatste wedstrijden wel vaker meegemaakt. Dat de eerste tien minuten van de tweede helft, dat je dan iets bekruipt van uh, wat, uh, wat is er in die kleedkamer gebeurd. Uh, ja, een beetje, beetje slapjes eruit komen. Ja, dat, met die intentie gaan ze natuurlijk niet de kleedkamer uit. Maar uh, ja, het gaat er even om hoe je, hoe je dan start. En uh, meteen bij de aftrap uh, was het, stond het al niet lekker. Uh, ACV gooit alles schroom van zich af, gaat wat meer risico nemen. Maar wat wij gewoon niet goed deden, was gewoon niet de afspraken nakomen. We hadden duidelijke afspraken gemaakt in die rust. Ja, die volgen ze niet op en dan uh, krijg je de deksel gewoon op je neus. Maar ja, dan nog had ACV uh, weinig of geen mogelijkheden. En gaan we eigenlijk met een heel gretig uh, duel uh, in de fout. En hebben uh, zijn penalty. Als je het hebt over afspraken, doel je dan ook op de dode spelmomenten waar ACV natuurlijk wel patent op heeft? Hè? Marco van der Heijden en dat soort jongens die weten daar wel redelijk mee om te gaan. Ja, maar die waren voor de wedstrijd ook al bekend bij onze jongens. Nee, het gaat er meer om van. Uh, kijk, omdat je weet dat ASV ver inzakt, hè, de, ver, ver op eigen helft, dan moet je in je pasing mooi slim zijn. Ja, en in de as is dan geen ruimte. En dat kun je allemaal wel willen. En, en daar kun je wel doorheen door willen voetballen. Maar op zo'n veld is dat gewoon hartstikke lastig. Dan moet je de oplossing aan de zijkanten zoeken. En daarnaast moet je verdedigend, op het moment dat de bal er dreigt tussen te vallen, die moet je gewoon soms gewoon een dropkick pakken of gewoon even wegleggen. Uh, maar niet uh, aannemen en hun weer de kans geven om uh, in het duel te komen. En daarbij kwam ook nog dat het, uh, we kwamen nooit in een lekker ritme kwamen. Er werd uh, veel afgefloten, veel uh, bediscussieerd, zeg maar, uh, of uitleg gegeven vanuit de scheidsrechter. Dus we kwamen niet in een lekker ritme. En, en, maar blijf staan dat we zelf uh, ontzettend uh, ja, slecht die kleedkamer uitkwamen. Ja. Wat maakt zo'n scheidsrechter zichzelf uh, ongelooflijk moeilijk in die sociale contacten met onder andere uh, Fred de Boer, de Boer? Een trainer die helemaal niemand ook maar een vlieg uh, kwaad zou uh, kunnen doen. En uh, gaat hij daar zo ongelooflijk dominant uh, lopen doen? Ja, nee, dat, dat is zijn keuze. Kijk. Uh... Ik hoor wel wat er gezegd wordt. Dus soms begrijp ik wel dat een scheidsrechter even, even uh, op, op bezoek komt om het zo maar te zeggen. En dan zeg je, nou joh, doe even rustig. Of, uh... Maar uh, deze schijzrechter uh, ja, had wat meer woorden nodig om uitleg te geven. Maar aan de andere kant, uh, weet je, uh, ACV lokte hem het ook wel een beetje uit. En, en als je de scheidsrechter Roelenveld hebt, dan weet je gewoon dat hij dit soort di uh, activiteiten niet wil hebben. Verder fluit uh, gewoon zijn wedstrijd. Maar je moet verbaal niet tegen hem te keer gaan. En daar uh, is onze groep heel gedisciplineerd mee omgegaan. En die van ACV wat minder. Had jij er last van dat je de tussenstand in Volendam ook wist? Nee, daar had ik geen last van. Hadden de spelers daar last van? Nou, geen idee. Nee. nee, want je wist nog steeds dat je moest winnen. Dus dat maakt Volendam niet uit. En dat heb je achteraf ook gezien. Nee, weet je, dat, uh, vroeger probeerde men dat nog een beetje weg te houden bij, uh, bij spelers. Maar uh, nee, ze hadden het wel door. En je kan het soms ook als middel gebruiken om nog even wat gasten bij te geven. Maar uh, nee, we waren al druk met onszelf. Dus uh, laat staan met wat er in Volendam gebeurde. Sfeer in de kleedkamer na afloop. Uh, heel lang geleden dat ik de groep er zo bij heb zien zitten. En, uh, Daar mag je vanavond weer verandering in brengen in de aanloop naar uh, nou, een pittig uh, duelletje zaterdag, denk ik. Nou, ideaal moment toch. Natuurlijk, uh, onze jongens houden er absoluut niet van om te verliezen. En zeker de manier waarop niet. Uh, we hebben gewoon niet het beste van onszelf laten zien. En uh, dan is het uh, zaterdag het moment. Om uh, ten overstaan van heel veel mensen uh, te laten zien dat het een incident geweest is. En dat je met trots uh, en met recht uh, bij de top 3 staat. Wat verwacht je voor een tactisch uh, conceptje van Henny? <laughs> ja, Henny is gewoon natuurlijk een fantastische trainer. En uh, die heeft nu de missie om uh, zijn groep voor te bereiden op volgend jaar. Maar het is natuurlijk ook een trainer die er niet van houdt om wedstrijden te verliezen. natuurlijk. Dus Hennie zal ook echt wel zijn groep zo motiveren: van uh, jongens, wat er ook gebeurt. Um, we gaan al winnend het veld af. Daar is Hennie Sportman voor en dat snap ik hartstikke goed. Maar aan de andere kant, hij zal zich niet. Uh, nou ja, gaat door met waar hij mee bezig is met deze groep. Uh, ontwikkelen van de speelwijze. En daar zal hij zaterdag ook voor gebruiken. En uh, de denk jij dat uh, VVOG echt gewoon ook echt werkelijk heel compact uh, gaat spelen? We hebben hier een keer een thuiswedstrijd gehad. Wat DVS ook veruit favoriet. En uh, de einduitslag was uh, 2-0. En VVOG uh, had uh, DVS echt. Overal op het veld uh, zitten jagen, verwacht je weer zoiets. Nou, kijk, één ding willen ze uh, niet meer. En dat is zo weggepoetst worden als in de in thuisduel. Dus dat zullen ze dan alle tijden willen voorkomen. En welke manier ze dat gaan doen, ja, dat zullen we zaterdag zien. Maar iedere tegenstander, um, ja, die komt hier met het mes tussen de tanden naartoe. Want uh, je wil niet weggespeeld worden door DVS. En uh, nou, dat kun je op verschillende manieren doen. Henny zal daar zijn plan in hebben. Maar ja, zoals ik net al zei, we zijn druk met onszelf. Uh, we willen uh, ons image weer uh, recht doen. En, uh, en da daar gaan we zaterdag voor. Het is alweer een prachtig uh, affiche zaterdag, uh, Bert. Ja, begin van het seizoen zeiden we van, nou, is dat nou wel fijn, een derby aan het einde van het seizoen, de laatste wedstrijd. Nou, dat is alleen fijn als het nog ergens om gaat. Nou, het had nog mooier geweest als VVG natuurlijk ook voor een periode had uh, mogen gaan. Uh, maar goed, ik denk dat heel veel mensen hier naartoe gaan komen om uh, hier voor ons naar, naar voren te schreeuwen, naar de winst te schreeuwen. Uh, nou, en dan zien we uiteindelijk wel wat er uh, overblijft. Heel veel succes in de voorbereiding naar uh, dat duel toe. Ja, we hebben er zin in.